Het is je boy Brett Raket samen met... De Big Boss. En Devin. En vandaag gaan we reageren op Dumpert Fails. Jochem wilde eigenlijk niet meedoen. Waarom wilde je eigenlijk niet meedoen? Nee, ik vind het die fails... Sommige vind ik grappig, maar sommige kan ik echt niet naar kijken. Maar het is wel een onderdeel van de sport. Leer van andermans fouten. Hè, Devin? Dus we gaan de fails toch beoordelen. Kijken welke leuk zijn. En sommige doen we er misschien nog ineens in. Wil je dat we op onze eigen fails gaan reageren? We hebben er best veel. Ja, Devin. Ja. Zorg dan dat er 100 reacties komen onder deze video. Dan maken wij een compilatie van onze fails en gaan wij er met z'n allen onder reageren. Ik denk dat ik die leuker vind om te beoordelen dan deze. We beginnen met Dumpert Fails, filmpje nummer 1. Controleer af en toe je trampoline of een scheur in zitten. Ja, anders krijg je dit. Dit was echt gewoon je lichaam niet goed aanspannen. Ja, klopt. Gewoon zo. Ja, dus misschien toch maar of de trampoline ingraven of een net eromheen. Ja, en aanspannen als je landt. Ik denk dat ze hem expres dubbel bounce. Ik denk dat ze er overheen wil. Hup, en die wil er overheen. Hij wil er overheen. En die heeft de gezicht overrotatie. Ja. Ik denk dat we die heel vaak nog gaan zien overroteren. Of mensen, ja. Ja, dat gebeurt heel vaak. Vooral als je van een hoogte afspringt. Ja, die was leuk. Ja, die vond ik ook leuk. Die gaat echt hoog. Maar hij is wel levensgevaarlijk. Hij is heel gevaarlijk. Maar wel leuk. Levensgevaarlijk. Het is leuk omdat het goed gaat. Ik zou er niet gaan liggen hoor. Wat? Nou trouwens misschien wel. Ja, dat denk ik wel. Ik dacht dat jij een salto kon. Opgenaaid door je vrienden. Ja, hoppakee, lekker. Wat zei die? Ik dacht dat jij een salto kon. Ja, op die trampoline. Ja, het kan wel. Kan wel. Dat is een van de beste tricks. Maar het is geen fail. Nee, maar hij is wel knap. Ja. Deze ken ik. Bam. Ja, die is wel heel leuk. Met zijn gezicht op de veren. Ja, doet zeer. Ja, maar dat is zeer op het train. Je hebt niet en die matjes die zijn niet zo heel erg dik hoor. Zeer. Waarom denk ik dat ik twee bulten op mijn voorhoofd heb? Ja, daarom denk ik. Externe geheugen. Ja, en daarom... Oh, hij doet double bounce en hij krijgt de scorpion. Ja, maar daarom moet je dus niet... Daarom vind ik het eng als ik iemand in de tuin met 5 man op de trampoline zie springen. Jullie mamok. Jullie mamok. Hoppakee. Zou ze drank op hebben? Dat was ook in het donker springen. Ja. Drank in het spel. Plat Brabant. Ja. Drank dat springen. Dat kan niet goed gaan. Nee. Ah. Nee, die vind ik dan nooit zo leuk. Flip. Wat had hij eerst moeten doen? Misschien even een paar pull-overs of zo. Ja. Ja. Of even iemand die vangt met dat soort dingen. Kun je geen backflip doen, maar echt niet alleen. Ja. En als je dan vangt, zorg dan niet dat je op deze manier vangt. Bro, ik heb het hier. Hoe had hij hem kunnen vangen? Hij houdt gewoon zijn handje vast. Hoe kun je I got you, ja, I got you, bro. Je. En ook zo. Ja. Nee. Ja. Nee. Luister. Hij is toch ook totaal de weg kwijt in het donker? Donker. En toch zet hij hem in. Ja, in het donker springen. Doe hem nog eens een keertje terug. Die is goed. Die is goed. Ja, gewoon, hij weet gewoon niet meer waar die is. Nee. Overrotatie. Ja. Overrotatie. Nou viel die niet heel hard, denk nee. ik. Nee. Dan heb je bij gymnastics ook. Dan zijn ze een tuintrampoline gewend. Dan zeg ik, doe rustig aan bij gymnastics. Eerst wat ze doen, rennen, springen, frontflip. Trampoline gaat hoger. Wow. Op het gezicht. Op het gezicht, ja. Maar dat gebeurt hier ook wel eens hoor. Hier zo. Ja, hier ook, ja. Ja, ik kom hier aan. Maar die heeft wel een berichtje, nog een DM'tje gestuurd naar mij. Van dat diegene daar was. Dat hij oké was. Want ik had toen nog volgens mij mijn story gezet van wie is dit. Ik kreeg nog een reactie terug. Oh. Maar ja, wil je het doen nog eens een keertje? Maar die heeft gewoon. Te veel hoogte door de muur, denk ik. Nou, hij gaat hoger dan dat hij denkt. Ja, want ja, dat komt door de muur. Ja. Zie je nou? Bam. Boom. Overroteren. Maar ik ben wel heel blij dat hij niet dit deed. Nee. Dat is een hele goeie. Dus dat deed hij echt dat goed. Is een hele goeie.
als je valt op je snuffert, wat moet je op de trampoline niet doen? Armen naar voren. Wat was de bedoeling? Ja, maar ik ook niet wat de bedoeling was. Een touw boven de trampoline. Ja, dit is dus ja. Ik heb het hier ook wel eens, dan komen de ouders de baan op en dan denk ik van ja... Is dit slim? Ja. In ieder geval niet veilig. Nee, maar weet je wat ik echt eng vind, oprecht? Als hier een ouder de baan op komt en die overschat zichzelf zwaar. Dus die denkt echt dat hij heel veel dingen nog kan. Ja, dat zeg ik. En vroeger kon ik hem. Ja, ik dacht die gaat springen. Ja, die stieke. Weet je wat ik raar vind aan die stieke? Oh, weet je wat ik eng vond aan die? Nu nog eens een keertje. Het is wel fijn om backflips te leren. Maar kijk eens wat ze met haar armen doet. Oh, die zit met een armenklem. Nee, kijk wat ze nu met haar armen doet. Oeh. Ze vangt zich op. Ja, maar je wordt wel je kan niet hard meer in de trampoline raken. Het is wel een goede manier om salto te doen. Ja. Alleen dan moet je wel draaien. Alleen, ja, je armen zitten natuurlijk wel, je moet ze wel omhoog houden, anders dan zit je in die touwen. Ik heb het nooit gedaan. Hoe? Zullen we gewoon een keer naar de kermis gaan? Ja, dat is wel leuk. Dan ga je doorheen hoor, door die trampoline. Dit is altijd een nachtmerrie van de foampit. Daarom moet je altijd oefenen om ver naar achteren te springen. Eerst naar achteren springen, dan pas je backflip inzetten. Ja, anders ga je tuintje stuffen. Ja. Dit gaat vaak. Ja, dit is echt. Oh, met de gezichtsbeen. Maar wat, ik snap het niet. Dit is expres. Dit is expres. Waarom ze de trampoline binnen gebruikt? Ja, daar hebben we er best veel, weet je dat? Ja. Die kleine econ-trampolines hebben ze binnen voor kogels en kabooms en al. Ja, serieus, dat zie je best vaak. Dit is gewoon een doemscenario. Ja, maar dat is gewoon echt dom. Ongetrainde mensen, trampoline, alcohol. Ja. Dit is gewoon een doemscenario. Ja. Dat is een 3 op een trampoline, altijd al goed. Verschillende gewichten. Ik zeg dubbelbouw. Gewoon de kindertrampoline en papa, die ging even los. Ja. Nou, wegverjaardagscadeautje. Oh, dat was Big Papa. Ja. Dat is ook overrotatie. Maar die heeft hoofdpijn, hoor. Ja, van de trampoline afspringen. Ja. Zou we dan toch even iets onderleggen, een matrasje of zo? Oké, dit is een pro freerunner. Oh, die doet echt zeer. Maar doe hem eens terug, want dit was gewoon echt. Ik snap even niet waarom die hem zo erg miste. Maar hij ging er echt gewoon finaal tussen. Hij blijft hangen met zijn voet. Dit is dus ook dom, hè? Oh. Ja, erover heen. Hij werd wel opgevangen door het net. Door het net, ja, dat is toch net erg goed voor. Ja, netjes. Netjes. Ik weet niet wat ze nou. Ik vroeg wel altijd met mijn zus. Maar ze doet het niet echt goed. Nee, de dubbelboutje. Lekker voor je, dan krijg je ervan. De timing was totaal fout. Nee. Ja, ze werd de hele tijd tegengebouwd. Ja, dus ze kwam niet hoog. Maar ja, maar goed dat ze dat de voeten doet. Ja, ik snap niet hoe hij dacht dat dit goed zou gaan. Nee. En het blok staat op de trampoline. Ja. Nou trouwens, ik heb dit ook wel eens geprobeerd. Ja, dat wou ik net zeggen. We hebben het ook wel eens gedaan. Die gaat zal er doorheen. Die gaat er doorheen. Echt? Nou, ja, dat was gewoon een foute timing. Die landde te ver naar voren. En oh, die was mooi. Wel een mooie tuin. Ja, mooie tuin. Ja. Dat doet zeer. Zeker als je met je borstkas op die staal. Op die stang, ja, dat doet zeer. Ja. Bedenk, maar die klapt dan ook best uit. Net naast de mat volgens mij. Ja. Bedenk altijd, voordat je je trick gaat doen, wat je gaat doen. Ja. En nooit twijfelen in de lucht. Nee. Dan krijg je dat. Maar dit was wel heel stom, want die deed nog ineens een trick volgens mij. Ik weet niet wat hij wou doen. Ik denk dat hij een frontflip wou doen en dat hij hem niet meer wilde doen in de lucht. Volgens mij wou hij, de showworstelen doen. Watch out. Hij is weer begonnen. Die deed zeer. Ja, maar hij ving zich nog goed op. Ja, backflip er vanaf. Waarom? Hé, maar...
Jullie liggen achter elkaar. Ik begrijp niet waarom dit bijzonder is. Hup. Hij spant zijn lichaam niet aan. Hoe kan je zo, ja. Ja. Ja, hij wilde denk ik Barani doen. Oh ja, die kennen we. Hup. Bam. Maar even, doe eens terug. Hoeveel mensen staan daar op één trampoline? Dit moment. Dit is gewoon, alles kan fout gaan. En daarachter ook nog één, hè? Je hebt er 1, 2, 4 op de baan. Je hebt hier een bal. Dit is gewoon, waarom er niet meer als één persoon per trampoline en duidelijke regels moeten zijn. Ja. Onze vrienden van Space Jump. Ja, dit is echt het voorbeeld van niet weten hoe je op die trampoline moet springen. Die trampoline staat schuin, hij spant zijn lichaam niet aan. Ja. Ik weet nou al, als hij er afspringt, overrotatie. Oh. Hij gaat er doorheen. Nee, ja, je zag het al. Je zag hem al. Zag je die buis? Ja, die buis, maar je zag hem al. Bij die... Zo dicht bij zijn hoofd. Oeh, die zag ik niet. Zie je dat? Nee. Hier zit die buis. Is... Oh! Hij spiest zichzelf bijna met die buis, hè? Ja. Hij heeft echt geluk gehad. Ja. Dit is de film met de meeste geluk. Maar je ziet hem echt zo kijken. Ja. Dumpet, leuk filmpje. Ik hoop dat niemand zich zwaar geblesseerd heeft in deze filmpjes. Wil je deze fails nou voorkomen? Dan gaan we nou even een paar tips voor geven. Tip nummer 1 van Devin. Aan de trampoline. Doe jij tip 1. Oké. Okay. De eerste tip. Wen aan de trampoline. Iedere trampoline springt anders. Zelf kun je ook de ene keer hoog springen dan de andere keer. Dus ga je op trampoline springen de eerste 5-10 minuutjes. Lekker relaxed beginnen, wennen aan de trampolines. Ga je backflip doen, dit is dus tip nummer 2. Ga je backflip doen, oefen eerst de pullover en laat je daarna vangen door iemand die het kan. Ja, en niet je handje vasthoudt. Nee. Tip nummer 3. Als je met vrienden traint en als je elkaar advies geeft, geef elkaar eerlijk advies. Dus ga niet zeggen easy, easy, haal je makkelijk. Terwijl je eigenlijk helemaal niet weet waar je over praat. Daar heb ik wel een aanvulling op. Als je voor de eerste keer een dubbel doet, zegt dan niet gelijk iedereen easy triple. Nee, eerst dubbel 100.000 keer doen en dan pas naar triple. Oh, nou is mijn beurt weer. Hè? Welke tips zijn we? Nummer 4, toch? Ah, maakt niet uit. Geef maar gewoon wat tips. 1, 2, 3, 4. Nee. Ja, 1, 2, 3, geef je tip 4, naar mij, jongen. Dus tip nummer 5. Komt-ie. Kom, niet dubbel bounce, want ook als je dubbel bounce kan er dingen misgaan, je kan je eigen hoogte niet inschatten. En dan gaat het meestal fout, omdat je het niet weet waar je bent. Ja, er zijn erbij die wel kunnen dubbel bouncen, maar die zijn er echt getraind op. Maar op die filmpjes die je daar ziet? Nee, die hebben gewoon geen idee, maar als je daar of de Robins in dubbel bouncen, die kunnen het. Even kijken, wat kunnen we nog meer doen? Ben aan de trampolines vangen. Check je materiaal, dat zou ik doen, dat moet jij eigenlijk zeggen. Ja, heb je een tuintrampoline, ga je bij iemand anders op een tuintrampoline springen, check wel even, want je hebt natuurlijk voor kleine kinderen en hele goeie. Dus ben je een hele goeie, fanatieke springer, check wel even op wat voor trampoline je gaat springen, want ja, als je er doorheen gaat, doet het zeer. En als laatste tip, ben je in een trampolinepark, hou je altijd aan de regels, zodat iedereen gewoon veilig kan springen. Vond je dit nou een leuke video? Doe even like, abonneren, dat soort dingen. Ja, en reacties. 100 reacties, dan gaan wij onze eigen fails beoordelen. En dan zijn er denk ik ook stiekem wel veel. Later! Weet jij zelf een leuke fail die bij ons in de vlog is geweest? Post die ook even eronder, dan hoeft Red niet allemaal te zoeken en te knippen. Dus heb jij een mooie fail uit de voor onze vlogs, waar jij leuk vindt? Zet die even eronder en ook welke vlog het is. Later! Dat kan ik niet.